Vandaag zijn Wim van den Kamp en ik bij de Sea Ranger Service. We wilden vanuit het CDA hier graag een keer kijken. Het is een sociale onderneming en het leidt meerdere Sea Rangers op om straks later actief op de zee te zijn. Om onderzoek te doen, om natuurbehoud te doen. Maar ook om bijvoorbeeld actief samen te werken met Defensie. En wij willen graag weten wat dit in de praktijk betekent. Want het is een prachtig concept, die sociale onderneming. Maar hoe wordt het georganiseerd? Hoe wordt dit schip gebouwd? Wat doen deze twee mensen naast mij? En wat is hun toekomst? Hoe staat de organisatie ervoor? Hoe snel groeit die of niet? Nou, in dat opzicht wordt dit wel een hele nuttige vrijdag. Ja, dat is de vraag eigenlijk. Hoe is het nou om Sea Ranger te zijn? Ja, eigenlijk gewoon fantastisch. Want we hebben nu... we mogen echt impact maken op de zee. En die gewoon eigenlijk beter maken. Nou, ik moet zeggen, ik ben wel onder de indruk. Met name door... Niet zozeer door de directie, maar door de twee mensen die naast mij staan. Wat het in de praktijk betekent. Want op papier zijn dit concepten en dit soort plannen altijd geweldig. Maar in de realiteit, ook met de organisatie, met de financiën, met de toekomstige klanten. Welke onderzoeksapparatuur moet er aan boord? Dat soort elementen. Dat gaat pas leven als je echt op zo'n schip staat. En voor mij als waterminnend iemand, niet heus, is het wel een dubbel werkbezoek. Ja, zeker. We hebben met elkaar ook gehad over de opleiding en de selectie die heeft plaatsgevonden. Hoe heet het nog alweer? Sea Ranger Bootcamp. De Sea Ranger Bootcamp. Nou, bootcamp spreekt me natuurlijk aan. Maar 50 man die uiteindelijk met elkaar samen gaan bouwen in een opleiding om met z'n 12 over te blijven. Sterkste selectie-element, maar ook samen teambeelden. Nou, er zijn hier al stormen doorstaan. Dat spreekt me als veteraan erg aan. Jazeker. Ja, zeker. Het is echt een van de mooiste ervaringen van mijn leven geweest. Dus, ja. Vooral als je iets interesse hebt in de maritieme sector, zal dit een goed begin zijn. En hoeveel weken was het? 5 weken. 5 weken, oké. Okay. Mocht je in het weekend naar huis? Je krijgt 48 uur verlof. 48 uur verlof, oké. Okay. Zit er een leeftijdsgrens vast? Volgens mij is het 18 jaar. Ja, van 18 tot 30. Oké. Okay.